Dit is Mariska Orban de Haas, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Naast haar werk voor het Katholiek Nieuwsblad is Mariska moeder van 3 kinderen en schreef ze het boek Blond, Brutaal en Bidden, waarom ik nog steeds katholiek ben. Verhuurder van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen. Daar ben ik het mee oneens, omdat er zo'n grote woningnood is. En ik denk dat jonge mensen graag een huis moeten kunnen krijgen, omdat ze dan een gezin kunnen beginnen. En je ziet gewoon dat er nu gewoon te veel jonge mensen geen woning kunnen krijgen. En als de huur omhoog gaan, dat ze dan nog later moeten wachten voordat ze een gezin kunnen stichten. En dat vind ik erg jammer en slecht voor de maatschappij in zijn geheel. De aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden beperkt. Eigenlijk vind ik het onzin dat we hypotheekrenteaftrek krijgen. Dat is slecht voor de woningmarkt. Dus eigenlijk moet die eraf. Maar dan moet wel de loonbelasting vet naar beneden. Want we betalen nu de allerhoogste loonbelasting van de wereld. 60%. En dat is, dat is schandalig. Dus dat moet dan wel gecompenseerd worden. Nou, ik ben benieuwd of ik een beetje een katholieke stem heb. Ik ben nog zwevende kiezer. Dus... helpt het me? Nee, had ik niet verwacht. Nee, het is wel een partij waar een christelijke partij en ik vind het een goede partij. Maar dat dit zo uit zou komen, nee, had ik niet verwacht. Ik zit er wel over na te denken. Het is wel een van de opties. Ik vind het een goede partij. Ik dacht eigenlijk dat ik zelf wat rechtser zou zijn van de ChristenUnie, maar uiteindelijk blijkt het toch niet te zijn.